Voilà. Zoek er een grief maar uit. Hè. Ja. Maar dan, eerste. Dat hier, hè, dat is de jurk die Marilyn Monroe beroemd heeft gemaakt. Hè. Dat is een collectors item. Hè. Ja, allee, zeg. De motten hebben het bijna helemaal opgegeten, zie je. Ja, dan Carmen, op een gaatje meer of minder gaat het nu toch niet zien, zeg. Och, zeg. Zeg, Carmen, maar die gaat u ook niet misstaan, zeg. Zeg, met uw figuur. Oh, hier. Oh, man. Zeg, meer. Allee, het is goed. Ik neem het. Ha, zeg. Ik wist, hè, dat ik u hier had zien binnengaan. Je hebt toch weer niets gekocht? Xavier, mooi doe niet. Leg het maar bij de rest, Fernand. Ja. Hoe rest? Welke rest? Een paar foliekes. Maak de rekening, Fernand. Ja. Ja, maar jij gaat dat toch niet allemaal mee naar huis nemen? Ja. Daar zitten plezante spulletjes tussen ze, hè? Ja, hier, hey, ken je dat nog? Oh, quiere me mucho. Ja, Sjulke, maar die hebben we al. Ja, dat is tegen als die plaat kapot is, hè? Dan hebben we een reserve. Dat is 159 euro en 78 eurocent. Allee, geef 160 euro voor uw schone lach, ja. Hè? Wat blief, Sjulke? Nee. Xavier, ik doe toch met mijn geld wat ik wil, zeker? Merci. Dat is gepast. Fernand, jij geeft dat geld terug en je neemt uw bazaar terug. Nu. Ja, weet jij dat nu nog altijd niet? Dat verkochte bazaar nooit wordt teruggenomen. Allee, voilà. Eens veel geluk. Nee, foliekes, hè. Niks. Niks heb ik hier te zeggen. Xavier, waar gaat jij naartoe? Ik heb u nog nodig, hè. Oh ja? Ja. Waarvoor dan wel? Om dat karken hier te duwen. Allee. Kom. Hallo. Hey. Zeg, jij gaat dat schaapje toch niet vergiftigen met die rommel? Rommel? Ja. Allee, maak je. Dat is heel voedzaam en lekker. Dat is een luie wijvensoep hier. Verse tomatensoep met balkjes voor ons Paulientje. Voilà. Daar is hier mijn lieve kleine meid. Helema, kom jij eens bij de mami. Ja, ze. En ben jij braaf geweest? Ja. Oh, en een leuke telefoon. Gekregen van de mama. Nee, van de oma. Ah. Oh, al voor haar verjaardag of wat? Nee, zomaar. Ze zag dat liggen in de winkel en ze vond dat tof. Hoho, en wat mooie kleertjes. Maar die lijken nieuw, zien er duur uit. Oh ja, ik weet dat niet. Nee. Ze heeft dat ook gekregen van de oma. Zomaar. Ah, allee, de zaken gaan precies goed bij begrafenissen, Vertongen. Hey, Bieke. Hey. Ah, dag, ma. Ja, dag, jongen. Hey, Mark, wat is dat? Oh, ja, ons ma heeft dat meegegeven voor Paulien. Een opblaasbaar kinderzwembad voor de zomer. Allee, uw ma begint nu toch wel te overdrijven, hè? Ja. Hé, hey, Paulien, kijk eens. Een zwembadje met sterretjes van de oma. Ook zomaar. Zomaar? Maar nee, dat is gewoon omdat ons ma Paulien graag ziet, hè. Oh, en ik zie haar niet graag, of wat? Ja, dat zal wel, hè, ma. Maar als je haar geen cadeaus koopt, nou, dan kan ze dat niet weten, hè. Ja, ik heb wel speciaal voor Paulien verse soep gemaakt met balkjes. Ja. Soep? Wat heeft zo'n kind daar nu aan? Geet dat op en dat is weg. Maar zo'n zwembadje, dat is voor het leven. En dan durft mijn schoonzoon nog te beweren dat ik Paulientje niet graag zie. Stel u voor. Mark heeft dat zeker zo niet bedoeld. En Paulientje gaat zich liever een mami wensen dan jij. Natuurlijk zal ze dat mens liever zien als hij zo Sinterklaas blijft spelen. Maar een klein kind dat heeft toch nood aan liefde en warmte, hè, Maurice? En maakt u te veel zorgen, Pascal? Ja. Kijk, ik had vroeger twee tantes, hè. Tante Marie en tante Angèle. En tante Marie, dat was mijn favoriet. En wat ik daar allemaal van kreeg, puzzels, bouwdozen, een elektrische trein. Uren en uren kon ik me daarmee amuseren. En tante Angèle, die bracht nooit iets mee. Ja, soep met balkjes. Maar je eet dat op en dat is weg, hè. Het enige wat ze deed, dat was over mijn koppen wrijven. Hé, hey, Mauriceke, kom dan met tante Angèle op de schoot zitten. Hij is lekker braaf geweest. En dan drukte ze mij zo stevig tegen zich aan. Ik heb dikwijls gedacht dat ik zou snikken. Op de duur verstopte ik mij als ik wist dat ze zou langskomen. Nee, dan had ik veel liever tante Marie met haar cadeautjes. Maar dat betekent niet dat Paulientje ook zo gaat reageren, hè?
Merci, Maurice. Dat was nu net wat ik wou horen, zie. Oeh, en uw eten? Abel, geef dat maar aan uw tante Marie. Vol, hè? Oké. Okay. Warm genoeg? Ja. Oké. Okay. Ah. Pascal. Ja. In verband met mijn loon. Ja, Xavier, ik zal dat straks overschrijven op uw rekening. Ja, maar nee, kunt je het mij niet zo geven? Huh? Ja, Carmen doet dus onze laatste cent op. Hè. Deze morgen was ze weer van alles aan het kopen bij Fernand. Gisteren hebben ze bij ons 12 dvd's geleverd. En verleden week de verzamelde werken van Mozart. Ja, maar zeg. Wel, dat is toch schone muziek? Ja. Maar niet als het gespeeld wordt op doedelzakken en sambaballen. Ja, ik zou toch nog wat geld willen overhouden voor mijn eigen hobby. Ik moet het deze maand al met een 11 minder pinten doen. Maar sukkelaar. Ja. Allee, ik zal eens gaan zien of ik nog genoeg geld in huis heb. Oh, maar ja, zeg. Mannekes! We moeten nu eens zien wat ik gekocht heb. Via teleshopping. Via tele... Ja, en jij moet niet van u een tetter maken, hè? Want deze keer is er ook iets voor u bij. Voilà. Wat is dat? Een plasfles. Een wat fles? Een plasfles. Ja, dat komt altijd van pas, hè. Volgende keer als je op manoeuvres gaat, dan kun je dat al eens direct uitproberen, hè? Ja, salu. Als ik hoogdringend moet, zal ik me wel een boom uitkiezen. Ja, dan niet, hè. Dan is het tegen als je bedlegerig wordt of zo. Ja, dat is nog niet voor direct, hè. Ik ben nog niet versleten. Nee, maar sommige onderdelen zijn anders dringend aan vervanging toe, hè. Zeg, en wat zit er in dat potteke? Dat zijn voedingssupplementen. Stimuleert de borstgroei. Ja. Heb jij dat nog nodig? Nee, dat is een vroeg verjaardagscadeau voor een vriendin die het hard nodig heeft. Gelukkige verjaardag, Doortje. Jij denkt toch niet dat je die pillen gaat pakken, hè? Pas, hè? Je kunt toch eens proberen, hè? Kwaad zal het niet kunnen. Jij vindt dat mijn borsten te klein zijn. Dat heb ik niet gezegd. Ik wil alleen maar zeggen... Ja, je moet het niet uitleggen. Jij slaapt vanavond op de sofa. Maniak. En wat heeft dat allemaal gekost? Oh, niet veel. Zo'n nee? 50 euro. Oh, 50 euro. 50 euro, dat zijn 30 pinten minder. Hier. Wat? Allee, uw loon van deze maand. Ah, ja. Dank u. Ik kan dat goed gebruiken. Sjoeke, wij hebben dat geld nodig voor de huur, telefoon, gas, water, elektriciteit, gemeentebelastingen. Ja, wij kunnen ons die prullen niet meer permitteren. Ja, maar begrepen? Ja, het is goed, hè. Allee, het is het laatste wat ik gekocht heb. Bon. Voor vandaag, hè. Ja, maar ik had niks besteld. Zijt jij wel zeker dat dat voor hier is? Van Hoeken, daar bent u toch? Ja. Hallo. Oh, mijn pak is toegekomen. Ah, dat is voor u. Ja, mag u hier tegen? Ja, dank u. Alsjeblieft. Dank je wel, dames. Ja. Veel plezier ermee. Ja, dank u. En waarom laat jij dat hier bezorgen? Omdat ik geen gezever wil met mijn Xavier. Hij doet dat lastig genoeg, hè, de laatste dagen. Met reden, hè? Gelijk dat jij het geld door deuren en vensters aan het gooien bent. Ja, mag mij toch ook wel eens iets permitteren, zeker, hè? En deze kon ik echt niet laten schieten. Ah ja? Ja? Wat zit er dan in? Een machine om geld te drukken, zodat je nog meer geld kunt uitgeven? Nee, een sauna. Een sauna daarin? Ja, ene die je in je liefie kunt zetten. Nu kan ik een sauna nemen en tegelijk naar thuis kijken. Ik heb u weer iets laten aansmeren. Nee, die madame op tv was daar ook heel content van. Maar alle madammen op tv zijn content, Carmen. Dat is bedrog. Dat is om naïeve mensen gelijk jij te misleiden. Oh, wacht tot dat je het gezien hebt, hè. Bon, ik nodig u uit voor een demonstratie bij mij thuis. Oh, dat is goed. Dan kunnen we nog eens lachen. Ja, en Carmen... Ik heb liever niet dat je hier nog dingen laat leveren, oké? Okay? Oh, dan noemt ze dan een vriendin. Ik zal u nog eens een borstgroeimiddel geven, hè, zeg. Toen kwam het muisje aangekropen en deed... Hey, ik ben er. Ah. Ja, als Mark er is, zijn we weg. Ja.
Oh, ik ben echt benieuwd naar Carmen naar de sauna. Oh, het zal wat zijn. Ja. Dag, mijn lieve meid. Zeg, kijk eens. Kijk eens wat de mami voor u heeft meegebracht. Het is morgen pas Pauline haar verjaardag, hè? Ja, Bieke, dat is dan ook niet voor haar verjaardag. Dat is zomaar. Maak, jij gaat toch ook niet beginnen gelijk Ma Vertongen, hè? Als Ma Vertongen cadeautjes mag geven, dan mag ik dat ook. Nou. Zal de mami het uitpakken? Ja? Kijk, 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 kijk. Een beertje. Ja. Ik kreeg vroeger nooit zoveel speelgoed. Ja. Bieke, de tijden veranderen. En trouwens, jij moet niet reclameren, hè. Als jij iets kreeg, had je er geen oog voor. Ja, ja, wat kreeg ik ook? Een wereldbol. Of een voetbalencyclopedie. Ja, daar zit de meisje van 6 echt op te wachten. Ja. Dat was de schuld van uw pa. Ja, voor Oscar moest speelgoed educatief zijn. Allee, Bieke. Zo'n klein knuffelbeurtje. Hm? Allee. Allee, het is goed. Hè? Ja. Ach, ik wil gewoon niet, hè, dat ons Paulientje een verwend nest wordt. Schatteke. Zo'n klein kind kun je niet verwennen. Hé, mijn klein zoeteke. De papa is thuis. Kijk eens wat de mami voor Paulientje gekocht heeft. Een beertje. Amai, zo lief. Ja. Dank u, ma. Oh, ah ja, ons ma heeft toch nog een kleinigheidje meegegeven. Help eens, ma. Ja. Plaats de stoomverdeelbuizen van de stoom uitlaten op de stroomgenerator. Zeg, kunnen ze dan in het Vlaams schrijven? Ja, maar ik weet het. Eén klein knuffelbeertje en daar maakt ze dan zo smaak. Maak, het is gewoon principe. Ja? Zei je dat al? Dat is veel te rap, hè? Maar had gezegd om 2 uur. Ja. Carmen, is dat je sauna? Dat lijkt meer op een indianentent. Steekt die nog niet in elkaar? Mij niet afjagen, hè? Trouwens, ik heb een sauna gekocht en geen bouwdosis. Oh. Allee, kom, laat mij eens proberen. Ja, niks van. Jij weet niet wat dat gekost heeft, zeker. Ik zal dat zelf wel doen. Kom, voordat je dat kapot prutst. Okay. Allee. Dat moet hierin, voilà. En dit moet hier in dat gat. Zo. En nu de stoomgenerator op. Voilà. En nu gaat eens wat zien. Wow. Kom, mijn boeleke. Oh, jij gaat neerroken toch niet meepakken in die sauna? Allee, zeg. Ziet dat die een hond iets krijgt? Ja, of dat hij krimpt. Ja, dan zie je hem helemaal niet meer lopen. Als dat goed is voor mensen, hè, zal dat ook wel goed zijn voor Jorkskes. Hé, mijn boeleke. Tadaa! Oh. Kom zo. Met ons mami, gezellig, in de sauna. En nu nog dichter ritsen. En nu genieten. Tja, ik voel niks. Zeg, je hebt toch water in de stoomgenerator gedaan? Ja, dat is uw schuld dat hem niet werkt, hè. Jij wou niet helpen. Amai. Zoveel volk? Ja, dat ontbrak er nog aan. Wat doet jij in die tent? Dat is geen tent, dat is een sauna. Wow. Heb jij een sauna gekocht? Sjoeke, dat is echt het laatste wat ik gekocht heb, hè. Ja, maar hoeveel heeft dat spel weer gekost? Nog geen 200 euro. Oh. Oh. Wat blief, een sauna van 200 euro die niet werkt. Ik voel iets. Is nat. En warm. Zie je wel dat het werkt? Ik denk dat eerder neerroken is die werkt. Neerroken? Mark, wat is dat? Ah, Bieke. Nog een cadeau van ons ma. Molle, schatteke, dat kan nu toch niet meer. Waar gaan we dat zetten?
In een tuin die we niet hebben. Ja, daarom dat ik het hier in elkaar steek, Bieke. Dan kan Paulien er altijd mee spelen, zelfs als het regent. Vind jij dat nu nog normaal? Dat jij zo zaagt. Die cadeaus. Cadeaus, dat geef je met kerstmis of met nieuwjaar of met verjaardagen, maar... Kijk, hè, uw ma die moet ophouden met Paulientje te verwennen. En uw ma dan? Omdat ons ma één keer een klein beertje heeft gegeven. Ah, en die keuken? Moet ze wel nog in elkaar steken, hè? Nu ga ik ons ma mijn gedachten zeggen. Wij wonen hier veel te klein voor van die grote stukken speelgoed. Ja, Bieke, ik heb dat ook al gedacht. Ik had al bijna geen plaats meer voor die trampoline. Voor die trampoline? Ja, die trampoline. Hier, kijk, hè. Hey! Hey. Ja. Voilà. Oei. Oh, Paulientje, haar ogen schitterden. Zo blij was ze met haar speelgoedkeukentje. Ja. Ma, ja? Nu is het genoeg, hè? Eerst die beer, nu dat keukentje. Ah, de mama is er blijkbaar niet zo happy bij mij gedacht. Kijk, hè, we gaan het volgende afspreken voor morgen. Geen cadeaus. Maar Fabieke, het is Paulientjes verjaardag. Ze moet toch iets krijgen? Maak, we kunnen ons nu al niet meer draaien of keren in die loft. Ja, en ma Vertongen die mag daar morgen een hele camion afkieperen. Nee, die mag dat niet. Mark is nu naar daar met dezelfde boodschap. Maar Fabieke, een verjaardag zonder cadeaus, dat is toch geen een echte verjaardag? Maak, Die Bieke, een kleintje. Eentje. Het laatste, ik zweer het. Het allerlaatste? Het allerlaatste. Een heel kleintje. Oh, een heel kleintje. Oké. Ja, oh, dan breng ik ook ineens de taart mee. Dat is al afgesproken. Oh, moeders, hè? Ik zeg altijd, moeders een zware last omdragen. En ik spreek uit ervaring. Ja, nee, je zult dan toch blij zijn te horen dat de grote Boma ook gedacht heeft aan de kleintjes. Als het dan bleef. Ah, wat is dat? Mijn liefste creatie. De Boma Kiddy bij gedacht. Balthazar, gaat je nu ook al onschuldige kinderen ziek maken met uw worst? Pascal de Bakker, de sausjes zijn de sal pour sal Mexicaanse big. Ah. Natuurlijk op smaak gebracht bij aardbeiensiroop en artisanaal afgewerkt met muizenstrontjes in witte melkchocolade. En zelf bedacht, hè? Ja, daar ben ik al bang voor. De eerste doos. Ja, special edition voor Paulientje. Nee, dank u. Paulientje, dat is een fijn proever. Ah, wel? Ja, kastraal stuk. Kom, proef daar een keer van en de smaak blijft u heel uw leven bij. Ah, wel, daar ben ik juist bang voor, ze. Ja, zeg. Oh. Het rond weer bij gescheten. Langskomt. Ja. Dat is toch weer al zo lang geleden. Oh, van deze morgen. Zal ik eens vlug een warme chocomel klaarmaken hè? En de televisie opzetten voor de Simpsons. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel tijd, maar... Oh, dat is spijtig. Ja. Zeg, is dat de speelgoedhuisje en die trampoline goed aangekomen? Ja. Ze was heel blij. Oh, Paulientje is toch zo'n dankbaar kindje, hè. Och, zeg, wat denkt u voor haar verjaardag? Misschien een winkeltje? Maar een winkeltje, ma. Of zo'n schoonmaakwagentje. Of misschien wel een spelcomputer. Ja, pardon dat ik mij excuseer, hè. Maar Paulientje is daar toch veel te klein voor? Ons Paulientje is een heel slim meisje eigenlijk dus. En als het niet direct gaat, dan zult jij haar wel helpen, hè, Mark. Ja, hè? Ma, ja? Zou je misschien eens heel even willen gaan zitten? Ja, wel. Ma, ik zou eigenlijk iets spijtigs moeten vertellen, eigenlijk dus. Bieke en ik... Je gaat toch niet scheiden?
Oh, en dan zie ik als Paulientje nooit meer. Nee, ma. Bieken en ik... Allee, Bieken eigenlijk, die wil niet dat je nog zoveel cadeaus koopt. Ik heb het u gezegd, hè, dat er miserie zou van komen. Je hebt al zoveel gezegd, jij. Je zou beter die doodskist afstoffen. Hè. Straks denken de mensen ook dat dat al gebruikt is. Ze wil dus geen cadeautjes morgen op de verjaardag. Je was toch beter met dat Violetje getrouwd, hè. Die had er allemaal zoveel moeilijkheden in rondgemaakt. Maar nee, ma. Die keek op haar 21 nog altijd naar Medlina. Iedereen is niet zo volwassen als jij. Hé, Fiston. Ik snap dat niet, hè, jongen. Ieder moeder die zou toch blij moeten zijn dat haar kindje zo geliefd wordt, dat er niks tekort komt. Ja, maar... Maar je kent Bieken, hè. Dat is altijd al een beetje een speciale geweest. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat ze inzit met haar ma. Hoezo met haar ma? Ja, maar als jij veel cadeaus koopt voor Paulien, ja, dan wil haar ma dat ook. Maar ik denk dat die daar het geld niet voor heeft. Oh. Het is toch mijn schuld niet, hè, dat haar caféke zo slecht draait. Hè? Ja. Maar als jij blijft cadeautjes kopen voor Paulien, dan gaat Bieke echt kwaad worden op mij. Hè? En dan mag ik weer 2 weken naar de Simpsons kijken. Oh, nee, man. Ja, zeg, probeer hier maar te kiezen, hè. Ja, dat is toch niet meer zoals in onze tijd, hè, Maurice. Oh, Ierse, dat ziet er iets plezant uit. Oei, Ierse met muziek. Allee, hier. Daar kan ons Bieke nu toch niks op tegen hebben, hè? Zeg, wat denk je van zo'n dokterstasje? Maurice, allee, zeg. Ons Paulientje is toch nog veel te klein om al dokterke te spelen. Allee. Of dat poppenhuis. Oh ja. Oh, daar zou ons Paulientje blij mee zijn. En wil, we pakken dat. Hè? Hier. Zo'n ballenbad, dat is ook altijd plezant. Ja, Maurice, dat kan nu wel zijn, maar we hebben al een poppenhuis. Hè. En trouwens, ons Bieken heeft gezegd, 1 cadeau en klein. God, waarom moet ons Bea toch altijd zo moeilijk doen? Ik zeg altijd, de appel valt niet van de perenboom. Oh. Maurice, wat moeten we nu kiezen? Hè? Een zingende rups, een poppenhuis of een ballenbad? Daar, een heel circus. Wat? Oké, okay, ja, dag. Goedendag. Alsjeblieft. Ja. Ah, en dat mag er ook nog bij. Maurice, hier. Maurice, hier, kom. Hallo, Maurice. Kom. Barbaar. Zijn jij niet beschaafd, uw vrouw zo mishandelen? Madame Carmen, ik zou je nooit handboeien aandoen. Nee, nooit, hè. Dat weet ik, Vernaken. Ja, Carmen. Ja. Eigen schuld, hè. Ik had mij maar niet moeten vastmaken, hè. Zeg, Xavier, jij bent al even lomp als Mark. Ja, zij, hè. Ja, waarom moet je Carmen ook zo nodig aan je vastmaken? Omdat madame zich weer niet heeft kunnen inhouden. Nu heeft ze weer handboeien gekocht met luipaardmotief. Ja, als ik dat nu graag zie. Ah, ja, maar dat is uw probleem. Jij ziet alles graag. Ja. En haar vastmaken, dat is dan de oplossing, hè? Wel, ik zie het. Dat is voorlopig. Dat is voorlopig tot ik een andere oplossing heb. Ja, maar ik ben die foliekjes beu, hè. En die sauna stuurt je terug, hè. Die sauna blijft. Ik heb daar genoeg voor betaald. Een sauna? Heb jij een sauna, madame Carmen? Waar dat je zo kunt in zitten zweten en zo. Ja, maar hij werkt niet. Zeg, maar als ik er iets van u zou overkopen... Ja, wat kunt jij nu doen met een kapotte sauna? Ah, repareren natuurlijk en zelf inzitten, hè. Ja, maar het schijnt dat dat heel gezond is, hè. En dan kan madame Carmen bij mij een sauna komen pakken, hè. Ik geef daar 100 euro voor, zeg. Ja. Hé? 100? Verkocht? Op voorwaarde dat je dan Carmen nu direct losmaakt. Oh ja. Opgelost. Allee, kom, ker. Hier. Voilà. 100 euro. Oh. Dank u. En? Wat krijgt u een knappe bevrijder nu? Jij? Niks! Maar die nurk daar, hè? Weerloze vrouwen, zo vastketenen! Hier ze! Wat is dat? Fernand!
Nou, Carmen. Ha, je bent er al, zie ik. Oh, en je ziet er weer uit dan in dat baard. Jenny! Voilà, uw sauna. Ik heb hem helemaal gerepareerd. En een thermostat zo wat bijgeregeld. Het zal nu wel warm worden, hè? Ja. Ben jij goed om met mij in de sauna te gaan, mevrouw Carmen? Met u? Die sauna is toch veel te klein voor ons twee. Ja, je mag op mijn schoot zitten. Hè? Oh. Ik ben daar niet op gekleed. Maar fijn, madame Carmen. Zonder mij waart je nog altijd vastgeboeid. Ja, ik vind dat je wel iets mocht terugdoen voor uw redder. Hè? Ja, dat is waar. Allee, het is goed. Ik doe het. Maar ik wil eerst weten of dat die sauna werkt. Hè? Ja. Oké, en dan kun jij straks omkleden. Dan Carmen, wil jij het toestel aanzetten? Niks aan, hè? Zalig. Mooi. Zo, toch is een beetje warm te worden. Om niet te zeggen, heet. Oh, dat is niet op uithouden. Mijn gat. Ik heb mijn gat verlaten. Sorry, Fernand. Maar... ik heb geen goesting om mij te laten stomen, gelijk een visfilet. Mevrouw Carmen, ik wil eruit. Man. Miserie. Wieke. Polietje, kijk eens hier. Okay. Zo. Hola, amai. Wel, Maaike. Ik ben heel blij dat jij je aan de afspraak hebt gehouden. Afspraak? Wel, één cadeautje. Oeh, dat ook. Kind, je kent mij, hè? Waar is ons feestvarkentje? Ja, dat zeg. Dag, mijn klein Paulientje. Gelukkige verjaardag. Zeg, en hoeveel jaar wordt ons Paulientje vandaag? 1 jaartje, ja. Hallo iedereen. Ach, dat is een jongen. Pardon dat ik me excuseer, maar we zijn toch niet te laat? Nee. Ja, je moet dat begrijpen, hè. Mensen met een florissante zaak... die hebben het soms erg moeilijk om altijd op tijd te komen. Dank je. Ja, wij voelen niks van de crisis. Onze frigo steekt vol. De mensen willen maar niet stoppen met doodgaan. Ik zeg altijd, zolang er leven is, is er hoop voor de begrafenisondernemer. Ach, hier is mijn kleinkindje. Proficiat, gelukkige verjaardag van de oma, mijn klein pop. Oh, sorry, dat was ik bijna vergeten. Paulientjes verjaardagskaart. Okay. Alsjeblieft, Paulientje. Zal de mami even helpen? Ja, kijk eens hier. Oh. Ja, oma en opa hebben ook een kaartje voor ons Paulientje. Kijk eens, Paulientje. Allee. Het is precies een wegenkaart. Die zijn ook zo groot en lobby. Lieve kleine schat, oma en opa die hebben geen cadeautje voor u gekocht. Omdat ze mami Pascal een klein beetje willen ontzien. Cadeautjes, dat is niet belangrijk. Een lieve knuffel, hè, dat doet veel meer deugd. Ah ja? Ja, en dat kost ook niks. Hè. Ja, eigenlijk valt het allemaal wel goed mee, Pascal. Hè, nu het café toch zoveel minder draait als vroeger. Pardon, en wie zegt dat? Hoi! Wat? Geen paniek, hè. Ik heb ook nog chocomelk.
Mijn café loopt even goed als vroeger. En trouwens, ons Paulientje, die moet niet klagen, want dat mooie kleedje dat ze nu aan heeft, dat heb ik vorige week nog voor haar gekocht. Ja, oh god. Ja, het is eraan te zien dat het niet veel mocht kosten. Ja, mijn loon. 4 uur aan 10 euro, dat is 40 euro. Mag u dat niet geven, Carbet? Er is beslag gelegd op uw loon. Beslag? Ja. Door wie? Door hem. Oh. Vanaf nu mag ik alleen nog uw wedden uitbetalen aan uw vent. Ja. Voilà, 40 euro, zegt ze. Ja, ja, maar ik heb voor dat geld gewerkt. Dat geld komt mij toe. Sjoeke, jij krijgt geen cent meer in uw pollen zolang je er niet verstandig mee omspringt. Oh, en mijn vaste uitgaven dan? Met een coiffeur en de coiffeur van ons neerroken en mijn portokus. Ja, bon, goed, ik geef u zak geld, voilà. 10 euro. Moet ik daarmee een hele week toekomen? Nee, Sjoeke, een hele week. Oh. Een hele maand. Ja, oké. Ja. Zo. Au. Ja. Ah, het moment suprême, de taart. Maar ik was toch god. Ja. Hey. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En die koe zegt I love you. Happy birthday to you. Hip hip hip. Hoera. Hip hip hip. Hoera. Paulientje, kijk eens hier. Dat ben jij met je favoriete mamie. Ja, Paulientje mag nu het kaarsje uitblazen. Ja. Ja, zal dat wel lukken? Oh, maar zal eventjes helpen, hè, Paulientje. Of de mamie. Ja, ik zou niet willen dat je hier uw laatste adem uitblaast. Ja, uw frigo steekt vol. Maurice! Ja. Wat gaat Maurice doen? Oh, die moest nog iets regelen. Ja. Maken? Ja. Zeg dat niet waar is, hè? Amai, Maurice! Ja, en er is nog. Ja, Bikke, ik weet het. Het was eigenlijk de bedoeling niet, maar in die winkel... Ja, we konden niet kiezen. Piet! Oh, nee. Ga jij nog al kunnen spelen, Paulientje? Ja. Wauw, Bikke, kijk. Die spelcomputer die ons ma ook wou kopen. Wauw. Ela. Dat is wel voor Paulientje, hè? Paulientje, dat is voor u bespaard. Hè? Want anders denk je nog dat je bij oma niks krijgt. Nee. En dat is van de mami. En dat is nog eens dat bij van oma. Van ons Paulientje. Maurice, portefeuille. Ah, en wie is weer aan mij? Van de mami. Oh. Waarom heb ik jou niet aan de afspraak gehouden? Omdat jij begonnen bent met Sinterklaas te spelen. Ja, en dat is omdat ik Paulientje heel graag zie. En zij mij ook eigenlijk dus. Nee, Paulientje ziet mij veel liever. Nee, mij liever. Nee, mij. Mij, nee. Nee, mij. Mij. Nee, oog! Nee. Oei. Pardon dat ik me excuseer, hè. Maar zo kan ik niet opereren, hè. Jij, met uw cadeauken, zei ik. Ik zal u eens een cadeautje geven. Wat is dat nu gedaan met dat kinderachtig gedoe? Ik wil niet dat iemand Paulientje nog verwendt. Maar jij niet. Ja. En jij niet. En zit. Het is genoeg. Meer dan genoeg.
Ja, 1 tegen 1. Ja, voilà. Merci. Zeg, en hoe is het eigenlijk nog met Carmen? Oh, alles onder controle, hè, voorzitter. Ah, ja. Ja. Ze heeft geen cent meer om uit te geven. Ja. Hé, wat is dat allemaal? Foliekes. Ja, maar jij hebt daar nu toch het geld niet meer voor? Daar moet je geen geld voor hebben, hè? Ja, het was gratis zeker. Nee, ik heb dat op krediet gekocht. En ze gaan de factuur volgende maand naar u opsturen. Oh. Nog altijd alles onder controle, hè?